Hallo kijkers van mijn kanaal, welkom. Ik sta nu op het station van Brussel-Zuid. Vandaag begint European Sleeper, de eerste rit met commerciële rit van Brussel-Zuid naar Berlijn via Amsterdam. Ik ga mee van Brussel-Zuid naar Amsterdam. Ik heb er zin in, jullie ook. Let's go, de video! Changement de voie. Le train est à destination d'Anvers et Essen de 18h49, voie 20, spoor 20 de IC-trein naar Antwerpen en Essen. Van 18:49, spoor 20. Zo, ik zit in de trein. We gaan eventjes de klasses even bekijken. Dit is een eigen compartiment. Het is niet zo luxe als bij de Nantje dat je eigen wc en badkamer hebt nog. Maar wel een privébed. Tweepersoonsbed. En je hebt eigen zetels. En het is best wel luxe. Dit is de lichtwagen. En in deze wagen kunnen de bedden uitgeklapt worden. Dat zie je hier. Dat zie je hier boven. En dan kunnen mensen drie op een rij slapen. Even kijken hoe de stoelen zitten. Ik heb wel eens op betere stoelen gezeten, maar gezien de leeftijd zit het best wel goed. Het is wel warm in de trein. Volgens mij komt het wel omdat het de hele dag stil heeft gestaan. Ik zit nu in de goedkoopste klasse. Deze stoelen zijn best redelijk voor een stukje Brussel. Amsterdam is het wel te doen, denk ik. Over een paar minuten gaan we beginnen met rijden. Daar gaan we! Voie 12, spoor 12, spoorverandering. De IC-trein naar Leuven van 19:26 zal vertrekken van spoor 10 in plaats van spoor 12. Voie 9, changement de voie. Le train IC à destination de Gand-Saint-Pierre et Knap de 19:29 partira de la voie 9. Voie 9, spoorverandering. Sleeper kun je ook gebruik maken om je fiets mee te nemen. Vandaag is dat niet het geval, maar het zal wel kunnen. Thank you.
ondertussen valt het plafond hier ook al naar beneden. En waarbij een andere wc het plafond naar beneden kukelt, komt bij deze wc, is verstopt. Het is wel een geweldige ervaring deze rit. Vooral de snelheid van deze trein hoort in je gaat. Hij gaat ongeveer, maar het voelt alsof hij veel en veel harder gaat. Trotting! Geen idee. Met zo'n pittig bordje word je toch zo mee lachen. Zo, een beetje met mijn kop uit het raam gehangen. Mijn haar ziet er nu echt niet uit. Maar de pret kan er niet om drukken. We zijn nu in de Roosendaal bij het eerste station in Nederland. Een aantal treinspotten vind ik in Roosendaal nog wel meevallen. Ik ben benieuwd hoe het onderweg straks zal zijn. Na een korte stop gaan we verder naar Rotterdam Centraal.
de spotters. A few moments later. Ik snap wel dat het een slechte sprongplek is. Zo, het einde begint in zicht te raken. We gaan zo direct alleen nog door station van Haarlem heen. En naar station van Haarlem gaan we naar voren lopen om het vertrek van de trein op station Amsterdam Centraal te filmen. Ik vond het een hele leuke reis. Het was echt een geweldige ervaring.
Zo, de rit zit erop. We zijn bijna bij station Amsterdam Centraal. Ik vond het een hele leuke rit. Ik ga het vertrek filmen. Zo, ik heb gerend als een haas. Ik vond het een hele leuke rit. Vinden jullie dit een leuke video? Geef deze video dan een like. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters!